Luisteren naar de natuur geeft altijd de oplossing. Iedereen heeft de mond vol van landbouw. Maar waar zullen we nog kunnen boeren in ons sterk verstedelijk Vlaanderen? Communiceren we als land- en tuinbouwers wel voldoende over wat we doen? Hoe zit het met de verhouding tussen natuur en landbouw? En waar past innovatie in dat verhaal? We trokken Vlaanderen rond op zoek naar enkele antwoorden. We gaan steeds meer bevolkte gebieden hebben. Dus zoals wij het nu doen in onze campusstreek, zijn wij het voorbeeld voor de toekomst. Want wij slagen erin om in een bebouwd gebied, om in een heel natuurrijk gebied, hele intensieve veehouderij te doen en topsport te doen op akkerbouwgebied. We zitten in een heel druk bevolkt gebied hier, hè, waar allerlei activiteiten bezig zijn, zeker en vast. Maar land- en tuinbouw is nog altijd wel een heel belangrijk iets, niet alleen voor voedselproductie, maar ook voor landschapsverzorging. Hè. Land- en tuinbouwer is een heel belangrijk iets in het hele klimaatproces eigenlijk. Hè. Land- en tuinbouwers worden wel eens afgeschilderd als vervuilende sector, terwijl dat we eigenlijk meer de oplossing zijn van het probleem dan het probleem zelf. Wij zetten in op klimaat met een windmolen, zonnepanelen en de energie wordt opgeslagen in een batterijsysteem. En we gebruiken die energie deels om onze melkmachine te voeden, maar voor de andere helft is dat eigenlijk ook voor onze verwerking, waar we eigenlijk van onze eigen melk zuivelproducten gaan maken. Ik denk dat de mensen die niet goed weten wat we aan het doen zijn. Wij als boer laten vooral zien wat we doen, maar we vertellen nooit waarom we dingen doen. En ik denk als we dat gaan veranderen, hè, dat wij gaan uitleggen dat wij juist de natuur gebruiken om daarvan te leren en de processen die in de natuur plaatsvinden zo te sturen dat we optimaal kunnen produceren, ja, dan zijn wij het voorbeeld voor de toekomst. Wij onderscheiden ons door te werken met een ander koeieras, de Jersey koe. En wij werken dan ook voor de promotie van onze producten met het label 100% gemaakt van Jersey melk. Zonder de natuur kan ik geen landbouw bedrijven. Alles wat wij buiten doen is een natuurlijk proces. Dus de landbouw op zich is een natuurlijk proces. En wij leren steeds beter hoe dat we dat natuurlijk proces kunnen gebruiken om met een zo laag mogelijke natuurimpact en zo hoog mogelijk kwaliteit voedsel te produceren. En dat gaan we ook heel hard nodig hebben als onze populatie mensen zo hard blijft stijgen. Natuurlijk is water het volgende issue. Hè. Nu praat iedereen over nitraten en we weten natuurlijk met kaderrichtlijn water dat dat de volgende wordt. Maar daar ben ik heel helder over. Wij hebben hier in de Kempenstreek, op onze zandgronden, de beste gebied voor water te infiltreren. Laten we het dan ook mogen oppompen. Hè, als ik meer water infiltreer dan dat ik gebruik door mijn totale gewasverdamping, vind ik dat dat onze license to irrigate moet blijven. Want zonder water in de Kempische zandgronden groeit er niks. De natuur kan niet zonder landbouw. Ik denk dat de landbouwers voor 90% ons buitengebied onderhouden. Landbouw is natuur en natuur is landbouw. Dat is altijd al zo geweest. Je kunt het niet van elkaar loskoppelen. Als we zien wat dat landbouw produceert, als je ziet wat de natuur produceert en die samenwerking tussen landbouw en natuur is er altijd al geweest. Alleen, ze wordt nu in de foute context geplaatst. Als we het over innovatie hebben in de landbouw, dan pas ik alles toe wat er is. En dat klinkt misschien een beetje overdreven, maar wij werken met bodemscans, wij werken met drones. Ik pas spotspraying toe, wij doen onkruidanalyses, we doen nitraatanalyses, we hebben weerstations staan, we gebruiken satellietdata. Dus alle technologie die er is, pas ik op mijn bedrijf toe. Ik ben daarom ook de boerderij van de toekomst. Door die innovatie op mijn bedrijf te integreren, kan ik een akkerbouwbedrijf zoals we hier runnen, kan ik dat ook runnen. Hè? Wij betelen ruim 400 verschillende perceelslocaties die gemiddeld met 3 hectare groot zijn en 6 hoekpunten hebben. Zonder die technologie was dat nooit managebaar. Maar wat we vooral gezien hebben is door dat allemaal te digitaliseren en om die data te verzamelen, ben ik beter kunnen gaan leren. Hè? We hebben veel meer gezien van als het over bodemverdichting gaat, als het over bodemtemperatuur gaat, als het over plantenvoeding gaat, als het over bemesting gaat, hebben wij kunnen zien aan onze data die we daarmee verzameld hebben, ja, dat we het systeem zoals we het altijd deden, ja, niet efficiënt is.